Ondieper Shorty Ooft is weer begonnen met keepers te trainen. Ditmaal bij FC De Bilt. En ik ga eens vragen aan hem hoe het gaat. Hoe was het om weer de eerste keer op het veld te staan na, zeg maar, de coronaperiode? Ah, iedereen was heel gretig natuurlijk. Hè? Ze wilden allemaal weer gaan bewegen, lekker in die goal staan. En voor mij was het precies hetzelfde. En we hebben verschrikkelijk lekker getraind. En het was weer ouderwets. Ze hebben wel spierpijn gehad. Ze gingen overtrainen. Hè? Ze deden iets te veel wat ze eigenlijk hadden moeten doen. Maar dat kwam door het enthousiasme en dat straalt eruit en ze komen ook ontzettend graag. Kan je ook eens in het kort vertellen wat voor soort oefeningen je dan doet met die keepers? Het gewone keeperswerk, het vallen, pakken, duiken, zweven, maar vooral conditioneel. Dus echt conditioneel moeten ze echt een stukje omhoog gebracht worden en kracht, daar zijn we voornamelijk mee bezig. Wat heb je nou tijdens de coronatijd dan gedaan? Nou, we hebben wel eventjes getraind, hè, tot de regering heeft gezegd van en nu is het klaar en nu gaan we allemaal naar binnen en nu wordt het gestopt. We mochten wel met tweetallen trainen, maar dat is bijna niet te doen. Het was een moeilijke tijd, het was echt een hele moeilijke tijd, want iedereen die heeft een beetje last gehad van die corona-perikel. Ik heb mezelf voorbereid door een beetje te trainen, een beetje fit te blijven en dat soort dingen. Keepers een beetje contact gehouden door de app en een beetje gemotiveerd en nu zijn we weer begonnen. Snelheid, snelheid! Oeh, wel goed gekeken, wel goed gekeken. Hup. Ja. Wordt het dan voor jou niet lastiger om die keepers nou datgene te laten doen wat ze voor die coronatijd ook deden? Tuurlijk wordt dat lastig, maar weet je, als je rustig aan begint en we gaan niet gelijk 100% er tegenaan in kracht en lenigheid en we bouwen het weer heel langzaam rustig op. En dan gaan we weer vlammen, want de toernooien komen eraan. Hè? Waar haal jij nou zelf nog je inspiratie uit om dat trainen te geven aan de keepers? Ja, dat is zoiets moois. Dat is het plezier wat ik overbreng en wat ik dan terugkrijg van de jongens. Dat is zo geweldig. Ik voel me zo thuis op het veld. Ik voelde me ook heel thuis achter het fornuis. Hè? Begrijp je niet verkeerd? Ja. Ik ben nog steeds kok. Ik doe thuis al het eten, hobbyen. Alles lekker, Surinaams eten, kan ik nog steeds heel goed. Wat even nog voor de kijker, hè? Je hebt een restaurant gehad in Breukelen. Ja, een Surinaams etenhuisje in Breukelen heb ik gehad. Ja. Ja, en dat heb je nu niet meer? Nee, dat is nu is dat er niet meer. Nee. En ik heb me nu weer helemaal gefocust op het voetballen. Op trainen, keepers trainen. En dat blijft toch je passie? Ja, beide. Mijn passie is ook koken. Vooral de Surinaamse keuken, maar ook het voetballen, het spelletje. Geweldig. Pas, pas, lekker, kom maar, op, hap, kom, goed zo, man. Lekker jongen. Hap. Welke stap zou je naar FC De Bilt nog willen maken? Nou, bij FC De Bilt word ik oud. Dat meen ik serieus. Ik wil hier blijven. Ja. Het is hier zo'n warm bad. Het is hier zo'n gezellige club. De jongens zijn geweldig, de trainers zijn geweldig. Harry Chouvet die zit hier. Het is hier gewoon een beetje thuiskomen.